Hoi, ik ben Hila en leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag gaat de video over het laten zetten van een spiraaltje en de bijwerkingen daarna. En ik heb een tijdje geleden een spiraaltje laten zetten en ik ga ook vragen voor jullie beantwoorden over het spiraaltje. Nou, ik weet niet meer wanneer ik hem heb laten zetten. Ik ga even in mijn agenda kijken. Ik heb mijn spiraaltje op 30 mei laten zetten en het is nu 25 juni. Dus ik dacht dat ik al anderhalve maand verder was. Dat was dus echt niet zo. Nou, top. Ik ga eerst even vertellen hoe dat ging en daarna ga ik vragen beantwoorden. En heel veel vragen waren ook hoe ging het. Dus nou, hier vertel ik alvast even hoe het ging om mijn spiraaltje te laten zetten. Als jullie geluiden horen zoals dit, sorry, maar ik kan niet nu mijn raam dicht gaan doen. Ik heb ook een ventilator aan staan, maar het is echt snikheet vandaag, dus ja, vandaar. Nou, ik had mijn huisarts gebeld in eerste instantie, dan weet je dat je dat ook kan doen. En ik had gezegd dat ik een spiraaltje wilde en ik wilde een spiraaltje omdat ik veel last had van mijn pil. De hormonen werkten niet zo goed bij mij, ik had veel stemmingswisselingen en ja, dat vond ik gewoon niet zo fijn. Ik merkte dat ik een beetje down was en ik slik al sinds mijn 15e de pil en ik ben nu bijna 21. Ja, ik ben 20. Ik word in september 21. Maar dan weet je een beetje hoe oud ik ben. Dus het was op een gegeven moment dacht ik ook, ja, ik weet niet eens hoe het is om geen pil te slikken. Dus ik wil dat gewoon uitproberen. Nou, ik had dus de huisarts gebeld. Ik kreeg de assistent aan de lijn. Toen zei ik dat ik graag een spiraaltje wilde. Ze wist niet zeker of dat kon in verband met corona. Dus dat moest ze nog even kijken. Dus ik had eerst een digitaal intakegesprek. Gewoon via de telefoon met mijn huisarts. En toen zei ze, nou prima, ik kan het wel gewoon voorzetten als je gewoon gezond bent. En toen ben ik erheen gegaan. En voordat ik er een afspraak had, heb ik 2 uur van tevoren heb ik 2 paracetamol genomen en 2 Aleve Feminax. Sommigen zeggen 1 paracetamol of ibuprofen of 1 Aleve Feminax. Maar mijn huisarts zei dat dit goed was. En het is best wel een grote dosis qua pijnstillers. Maar je zet niet elke dag een spiraal. Dus dat was ook wat mijn huisarts tegen me zei. Dat kan je lichaam best wel aan. Ook moet je ongesteld zijn tijdens het zetten van je spiraal. Dus het moet in de 7 dagen gebeuren van het zetten van je spiraal. En als je dat doet, dan ben je ook gelijk beschermd. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een afspraak wil maken als je ongesteld wordt, maar het pas op de 9e dag kan. Dan kan je hem vaak wel laten zetten, omdat je baarmoederopening is gewoon wat wijder als je ongesteld bent. Dan kan de huisarts tegen je zeggen van, goh ja, ik kan hem wel bij je zetten, maar dan ben je niet gelijk beschermd. Dus dan moet je nog even een condoom gebruiken als je seks hebt. Of helemaal geen seks hebben, dat kan natuurlijk ook. En ik moest dus ongesteld zijn en voor de mensen die het zich afvragen, dat vroeg ik me namelijk heel erg af. Ik kan me er heel erg druk om maken. Wat moet je dan doen? Moet je dan maar voor haar gaan staan en die pond eruit drukken? Nee, ik had een tampon in en ik had gezegd, mag ik even nog naar het toilet? Ik moet nog even naar de wc. Dat is hetzelfde. En toen zei ze van ja, prima. En toen deed ik hem er snel uit. En je hoeft echt niet, je lekt het echt niet in één keer door als je nog even snel naar de huisarts daarna toe loopt. En daarna had ik maandverband mee. Dus dat is ook even een tip, want het is echt niet fijn om daarna een tampon in te doen. En je mag niet, dat heb ik ook gelezen, dat mijn huisarts niet vertelt. Zo'n cup, wat je ook wel eens kan gebruiken, zo'n menstruatiecup, die mag je de eerste paar weken volgens mij niet gebruiken. Want dat trekt het vacuüm en dan kan het volgens mij het spiraaltje eruit zuigen. Dus dat is in ieder geval niet fijn. Maar dan weet je dat. Nou, over tot hoe het werd gezet. Ik had alvast gezegd dat ik heel snel flauw val en heel snel overgeef als ik pijn heb of gewoon helemaal niet lekker word. Dus daar was rekening mee gehouden. Zeg dat ook gewoon tegen je huisarts, want ja, dat is ze gewend. Maar dan weet je ook gewoon van, hé, ze weet dat ik eventueel kan overgeven en dan is ze een soort van op voorbereid in haar hoofd. Waar het voor jou misschien wat chiller voelt. Ik moest gewoon gaan liggen. Ik had niet een gynaecoloog waar ik mijn, daar kan je vaak je benen in zo, van zo'n standaard zetten. Dat had ik niet, want ik was dus bij de huisarts. Dus ik moest gewoon zelf mijn benen, ik moest gewoon liggen en dan mijn benen omhoog doen en dan bijt houden. En ze gaf me de tip om met mijn rug en mijn billen echt wel plat op dat ding te liggen, want dan doet het minder pijn. Want je hebt de neiging als het pijn doet dat je dan omhoog gaat schieten zo, maar dat moet je echt niet doen. En de tip van Stefan die ik had gekregen was gewoon goed doorademen, dus ik lag daar. Zo lag ik eigenlijk de hele tijd, een soort alsof ik ging bevallen. Maar dat hielp wel, want daardoor vergeet je niet te ademen, want daarvan kan je dan weer flauw vallen. Nou, ze gaan eerst gaan ze met een enebek erin. Ik zal hier even een plaatje van een enebek laten zien. En dat, die doen ze dan open. Dat is niet een heel fijn gevoel, maar het is ook niet echt super pijnlijk of zo. Het is gewoon dat je denkt, eh, niet echt chill. Dat krijg je dan. En dan gaan ze er met een soort van breinaald in om het op te meten. En eigenlijk is dat bijna hetzelfde gevoel als dat het wordt gezet. Wel een beetje kut, want je weet dan van oké, dit doet fucking veel pijn, dit moet ik zo meteen nog een keer hebben. Dan halen ze het eruit en mij vroeg ze nog van oké, gaat het? Want dan maak ik nu het doosje open en dan
moet ik hem ook echt gaan gebruiken, weet je wel. Want ze zei tegen mij van, kijk, als je tussentijds opeens denkt, ja, maar dit kan ik niet aan. Of je valt flauw of je gaat kotsen, dan is dat doosje nog niet geopend. En dan hoef je niet de 150 euro te betalen. Of ja, dan, dat is gewoon wat fijner. Dan is het niet verspild. Dus toen zei ik, ja, het gaat nog. En toen deed ze het erin. En je krijgt gewoon, ik weet niet zo goed hoe het te omschrijven is. Maar het voelde bij mij niet als ongesteldheidsbuikpijn. Maar voor sommige vrouwen misschien wel, weet je wel. Dat is heel persoonlijk, want sommigen die hebben amper ongesteldheidsbuikpijn. En die hebben bij het zetten ook niet zoveel pijn. Ik heb best wel veel ongesteldheidsbuikpijn. Of menstruatie, krampen, pijn. Maar bij het zetten deed het super veel pijn. En ja, je kan gewoon verschillende combinaties hebben. En ja, ik vind wel, je overleeft het wel. Het duurt niet zo heel erg lang. Maar het is, ja, het is zo verschillend. Want een vriendin van mij die had amper pijn, weet je wel. Dus het is en je pijngrens en gewoon per persoon hoeveel pijn het doet. Maar ik raad je aan, doe het gewoon. Want ik heb ook een jaar of zo tegenaan lopen hikken. En uiteindelijk dacht ik, ik bel nu gewoon die huisarts. En ik ga het gewoon doen. En daarna moest ik nog even blijven liggen. Toen zei ze, gaat het echt? Ik had Dextro mee. Ook handig. En even wat water. Voor als je toch een beetje duizelig wordt, heb je wat suiker en wat water. En mijn vader heeft me opgehaald en die heeft me naar Harderwijk gebracht. Want ik heb wagenziekte. Dus stel, ik had heel veel pijn, dan hoefde ik niet met de bus. En toen heb ik die dan gewoon rustig aangedaan. En nu heb ik best wel... Nu gaat het weer wat beter. Ik heb denk ik sinds 2 weken nu niet zo veel last meer. Nou, ik kan echt niet geloven dat ik hem in mei heb laten zetten. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Ik heb hem in april laten zetten. Dus ik heb hem al bijna 2 maanden. Dat was het. Ik dacht al, het is echt niet zo kort geleden. Ik had de eerste paar weken, maand denk ik wel, 1,5 maand, had ik wel echt vaak veel buikpijn. En bij mij was het erger dan menstruatiekrampen. En het was gewoon echt heel kut. Ik had de eerste paar weken een beetje bloedverlies. Dat is heel snel opgehouden. Het kan 3 maanden duren totdat je bloedverlies over is. Tussentijds bloedverlies gewoon random en totdat je buikpijn over is. Mijn buikpijn komt nu af en toe nog opzetten. Maar toen was het wel wat heftiger. Maar nogmaals, het is echt te overzien. Ik heb al een paar keer echt wel op bed gelegen. En 's nachts was het dan heel veel pijn. Maar neem dan gewoon een Aleve. Zorg dat je dat in huis hebt. Dat was echt mijn redder deze dagen. En ja, doe gewoon rustig aan. Als het niet gaat, dan gaat het niet. En ja, je kan, het is gewoon op random momenten. Ik had het ook tijdens de uitvaart van mijn oma dat ik opeens heel erg buikpijn kreeg. Dat je echt denkt, nou thanks, weet je wel, moet het nu. Maar ja, ik had van tevoren al wel Aleve genomen. Omdat ik het niet daar natuurlijk wilde instorten van de pijn. Maar dat had ik nog wel daarna. En sommige mensen hebben helemaal geen buikpijn daarna. En sommige mensen die hebben echt superveel buikpijn. En die laten hem weer weghalen omdat ze niet aan kunnen. Dat is echt per persoon. Ik ga nu even kijken naar de vragen. Ik heb natuurlijk al best wel wat beantwoord, denk ik, wat jullie wilden gaan vragen. Dat leek mij het wel het handigst. Even kijken hoor. Word je met een spiraaltje ongesteld? Oké, ik heb helemaal niet verteld welke spiraaltje ik heb. Ik heb de Kilena. Je hebt ook de Mirena en je hebt ook een koperspiraaltje. Mirena, een koperspiraaltje hoor je het vaakst. Maar toen ik de huisarts belde, zei ze gelijk, ja, je bent nog nooit bevallen. Dus neem maar een Kilena spiraaltje, want er zitten iets minder hormonen in dan bij het Mirena spiraaltje. En meestal wordt het Mirena spiraaltje gezet als je al dus een keertje bevallen bent, want die is wat groter. Kilena spiraaltje is iets kleiner, dus kan ook iets minder pijn doen. Maar ik weet niet of elke huisarts dat doet. Word je met spiraaltjes dus ongesteld? Nee, als het goed is niet. Het kan helemaal weggaan, het kan heel weinig zijn. Ik ben niet meer ongesteld. Ik heb wel die bloedingen gehad een tijdje. Maar ik weet niet, misschien over 1,5 jaar dat ik opeens wel ongesteld word. Dus, maar het kan wel helemaal wegblijven. Waarom heb je het gedaan? Ik had gewoon best wel wat klachten, gewoon mentaal en nergens echt zin in. Dus ja. Ik heb best wel last van acne gehad. Nu is het aan het verminderen. Wordt dat weer erger door een spiraaltje? Het kan erger worden, maar ik had in mijn pil zat het hormoon leverongestrol. En ik ga het even pakken. Ik had nog een stripje liggen. In mijn pil zat levonorgestrel en etinist deze. In de spiraal zit alleen die eerste, die levonorgestrel. En dan ook minder, want hier zit 0,15 milligram in en volgens mij dat is elke dag. En in de spiraal gaat volgens mij 0,03 of zo per dag in, dus dat is echt veel minder. Maar ik denk dat dat ook de reden is dat ik niet zoveel last heb gekregen van acne. Want ik heb dus 1 hormoon juist minder en het hormoon wat ik had en wat ik nu nog steeds heb is ook minder. Maar het kan ook zijn dat je van hele andere hormonen komt en dan kan je lichaam er wel echt heel anders op reageren. Maar zoals je ziet, ja, ik heb natuurlijk al make-up op. Ik heb hier wel een paar buisjes, maar dat had ik ook toen ik de pil slikte. Dus het is echt per persoon. Ja, dat moet je gewoon ondervinden. En ik weet ook dat sommige vrouwen de eerste paar maanden er bijvoorbeeld heel erg veel last van kregen. En dat hun lichaam gewoon toen blijkbaar gewoon eventjes moest wennen. En dat het dan uiteindelijk gewoon wel weer weg is.
Dus dat wil ik ook wel meegeven. Geef niet te snel op. Denk niet bij de eerste paar dagen of weken van, oh, ik heb echt veel buikpijn. Want ik heb nu ook best wel veel buikpijn gehad en ik wacht echt die 3 maanden af. Want dat zeggen ze er ook bij. Het kan 3 maanden lang gewoon aanhouden. En als het dan nog blijft, ja, dan is het echt vervelend en dan kan je naar de huisarts gaan. Maar ik doe dat nog niet, dus... Goeie conclusie. Als je wist hoe je lichaam erop reageerde, zou je het dan alsnog doen? Ja, want ik wist dat wel. En ik wist ook dat er gewoon dat je ook bijvoorbeeld acne kon krijgen. En dat heb ik niet gekregen. Maar zelfs toen had ik het nog steeds willen proberen. Heb je nog het gevoel dat hij er altijd zit of vergeet je hem? Heel soms dan voel ik zo'n steekje. Dat had ik de eerste dag trouwens ook. Dan moet je echt gewoon niks plannen de eerste dag. Maar ik had zo'n steekje. Toen dacht ik, oeh, is dat misschien een spiraal? Gaat het stinken? Volgens mij niet. Hoe lang heeft het geduurd voordat je niet meer bloedde nadat hij was geplaatst? Ja, ik denk echt wel een paar weekjes. En mijn tip is dan gewoon, neem gewoon altijd of doe altijd even een inlegkruisje in. Je hebt ook speciale string inlegkruisjes. Super handig voor als je dat niet weet. En naar het strand deed ik voor de zekerheid even een tampon in. Want dan kan je natuurlijk geen inlegkruisje doen. Maar het is heel vervelend natuurlijk als je ongesteld wordt of doorlekt op het strand of als je bloedt. En dan komt het wel goed. Dus wees gewoon voorbereid. En op een gegeven moment dan merk je van, hey, het is nu elke keer weer weg. En ik heb nog wel misschien, als ik bijvoorbeeld een witte broek aan zou doen, dan zou ik misschien wel denken, ook doe even nog een inlegkruisje in. Want je weet het gewoon niet. Maar ja, geluk bij een ongeluk dat er corona is. Je hoeft niet naar school, tenminste ik niet. Dus ja, kijk, als je een keertje thuis doorlekt, dan geeft het ook niet heel veel. Mag je pas een spiraaltje als je bent ontmaagd? Dat weet ik niet. Maar ik zou het niet doen als je nog heel jong bent eigenlijk. Dat is gewoon... Ik zou beginnen aan de pil... Ook niet heel snel, want de pil schijnt ook wel, blijkt ook wel echt wel wat slechter voor je te zijn. Dus ik hoor ook best wel vaak dat meisjes acne hadden en dat de dokter gewoon zei, ga maar aan de pil. Ja, dat vind ik best wel heftig hoor. Want je krijgt gewoon heel veel hormonen binnen. Dus je kan beter kijken van, hey, waardoor krijg ik puistjes? En dan naar een goede schoonheidsspecialist gaan, al is dat wel duurder. Oh ja, de pil wordt vergoed, of de pil, ja, die wordt ook vergoed. Maar het spiraaltje wordt meestal bij je basisverzekering, basiszorgverzekering, vergoed tot je 21ste. Ik kan het niet garanderen, check even, gewoon bel gewoon even naar je verzekering. Maar bij mij werd die gewoon helemaal vergoed en ik had het nog even snel voor mijn 21ste genomen. Mijn zekerheid was weer vol. Dus ik moest hem eventjes weer goed doen. Ben je ingericht over de eventuele bijwerkingen? Mijn is na 4 maanden verwijderd. In verband met ernstig haaruitval. Ja, er zijn heel veel bijwerkingen. Ik weet niet, misschien heb ik wel haaruitval. Nee, ik weet niet of ik haaruitval heb. Misschien krijg ik dat nog. Maar ja, ik weet het gewoon niet. Je kan ook niet zeggen dat elke vrouw dat krijgt. Dat is gewoon met bijwerking. Ja, je kan het niet zomaar beslissen. En het fijne is dat je er dus wel gewoon uit kan halen. Ja, dat is volgens mij ook veel minder pijnlijk. Is het niet ongemakkelijk om te laten plaatsen? Nou, best wel. Want je bent natuurlijk ongesteld en je moet met je benen uit daar gaan liggen. En dan gaat gewoon iemand in. Dat gegeven is natuurlijk niet fijn. Maar aan de andere kant... Ja, huisarts doet dat heel vaak. Of de gynaecoloog, waar je het ook doet. Je kan het bij beide doen. Dan moet je zelf maar even kijken. Niet alle huisartsen doen het ook. Maar die doen het heel vaak. Dus ja, en dat je daar beneden dan laat zien, get over it. Weet je wel, dat is echt niet zo heel heftig. Ik moest nu trouwens ook in mijn eentje komen. Dat was wel vervelend, maar volgens mij kan je bijna altijd iemand meenemen. Alleen met corona nu eventjes niet. Maar je kan ook gewoon je vriend meenemen of je moeder of weet niet. Ja, ik had anders wel Stefan graag willen meenemen, maar dat kon dus niet. Maar ik heb er persoonlijk niet zoveel problemen mee. Ik heb daar ook gelezen, dus dat ben je wel wat gewend, denk ik. Zijn er dingen die je anders had gedaan als je naar aanleiding van je ervaringen nu? Nou, ik was maandverband vergeten, dus ik kreeg een inlegkruisje van de huisarts. Dat is echt het enige wat ik anders had gedaan en minder gestrest, want het was echt wel te doen. Wat het spiraaltje precies doet, zou ik gewoon even op internet opzoeken, want ik ben geen huisarts of weet ik veel wat, of een gynaecoloog. Dus ik kan je niet precies vertellen wat het doet. En ik ben hier meer om mijn ervaringen te vertellen. Ik weet alleen dat je er niet zwanger van wordt als het goed is. Dus ja, en ik heb degene met hormonen. En je hebt ook eentje van koper en die geeft geen hormonen af. Maar daar word je wel nog ongesteld door. En vaak is de ongesteldheid ook iets heftiger. Dus dat is het enige wat ik kan vertellen. Ik weet al iets, maar ik ga gewoon even googlen. Weet je, want dat zijn ervaringen, zijn misschien moeilijker op te zoeken. Maar Google is gewoon, ja... Was je onder narcose? Nee, ik was niet onder narcose. Ik denk dat ik nu wel heel veel vragen heb beantwoord eigenlijk. Oh ja, ben je niet bang dat het verkeerd zit en je toch zwanger wordt? Ja, ik durfde de eerste dag niet te poepen omdat ik bang was dat ik hem eruit zou werken. Spiraaltje. En ik heb ook echt mijn moeder geappt en mijn beste vriendin en Stefan van ik durf gewoon niet te poepen. Dus ik was zeker heel bang. En je kan ook die draadjes kan je zelf voelen. Oh ja, dat wil ik nog zeggen.
meestal, als je het bij de gynaecoloog laat doen, moet je 6 weken na inbreng moet je voor controle komen. En dan krijg je een echo. Dan gaan ze gewoon kijken of het nog goed zit. Ik heb het bij de huisarts gedaan en die heeft natuurlijk geen echoapparaat. Dus zij vertelde mij dat je zelf kan voelen of je de draadjes nog voelt en dan zit die goed. Als je twijfelt, kan je alsnog naar de huisarts gaan. Maar dat kan je gewoon zelf testen. En je kan, als je het niet vertrouwt, even naar de huisarts gaan. Dus dat eigenlijk, dat is een beetje het hele proces. Het is best wel een heftig iets. En wat ik wel lastig vond is bij de pil, weet je gewoon, ik neem de pil. En bij de spiraal, het zit in je lichaam en je denkt, are you working or are you not working? Dat is misschien ook omdat ik ben wel op zich control freak-achtig. Dus dat vond ik wel lastig, maar daar ben ik nu ook wel overheen. Dus ik hoop dat ik jullie wat wijzer heb gemaakt over het spiraaltje. Een hele goede site als je vragen hebt over anticonceptie is sense.info of zoiets. Dat is niet gesponsord, maar ik heb daar ook heel vaak informatie vandaan gehaald. En over alles met betrekking tot seks of puberteit, volgens mij ook. Oh, weet ik even niet zeker, maar stel je gewoon daar je vragen. Je kan ook bellen anoniem, dat is allemaal heel chill. Want ik heb de wijsheid niet in pacht, zo zeg je dat toch? Of ik pak het in pacht. Dus ik weet ook niet alles. Dus ja, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dus een keertje wat anders dan anders. En laat me even weten wat jij nog leuk vindt om te zien qua video's. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei!